Hallo iedereen, er zijn drie updates totaal eigenlijk. Eentje daarvan laat ik nu zien, is de Skillcape update nogmaals. Want we hebben natuurlijk deze geweldige nieuwe versie. Maar stel nou dat je de andere mooier vond, dan kun je dus met de persoon praten die Skillcapes gekoopt. Dus in dit geval, ik heb een Easy New Beard. En dan praat je hem blablabla en dan zeg je, hey, er zijn nog andere versies ook. En dan kun je zeggen, ja, ik wil wel de oude versie. En dan kun je zelfs kiezen of je allemaal wil of alleen de skill zelf. Dus in dit geval kies ik alleen de skill zelf. Daarnaast zien we ook dus dat de oude skill cape kun je ook het hoedje aan vastmaken. Dat geldt trouwens ook voor de completionist cape. En ja, aan jou de keuze zou ik dan zeggen. Ik doe weer terug veranderen, want ik vind die andere iets mooier. Sowieso draag ik hem nooit. Hoppa. Alleen Agility. Zo. Dan de tweede update, want we hebben wel eens van die followers, van die pets. Voortaan als je companion pet hebt, kun je ook overrijden als een jak bijvoorbeeld. In dit geval heb ik Connor Porkins, nu was voortaan als override. Follower pets kan nog niet, dus geen boss pets of blink of zo. Alleen companion pets zijn daarbij bijgekomen. Dus ja, dus nu kun je als een vliegende varken jak achter je aan hebben, zeg maar. En als laatste, er is in ieder geval nog één tussendoor ding. De beta is ook een beetje geüpdate voor nieuwe dingen om uit te proberen. Er komen binnenkort een aantal dingen in de live game, die zijn getest. Dus ga vanuit dat ze goed zijn, want de spelers hebben ze getest. En de laatste update trouwens is dus bij Django, in dit geval neem ik die Elf City als Django aan, is dat het menuschermpje is verbeterd. Dus het is nu makkelijker om bepaalde dingen te vinden. Dus zeg ik ook cosmetic. En dan zie je hier cosmetics. Daar hield holiday, dan heb je hier alle holidays. En zo gaan we maar verder. Mijn eerste holiday is trouwens ook Easter Ring, zoals jullie kunnen zien. En ja, hier heb je wapens, armor, skillsets. Of gewoon alles. En de search optie. Dat is eigenlijk gewoon wat er nieuw is. Verder niet heel veel bijzonder. Misschien volgende week de aquarium update. Ik hoop het, je weet maar nooit. En succes!